Yo, yo, mensen, Mark hier. En ik ben hier weer eens met een nieuwe review. Ja, ik ben een beetje onrustig en angstig. Klopt. Maar ik heb daarnet Pet Cemetery zitten kijken in Dobby Cinema. De film zelf. Pff, mijn god. Ik moet daar veel over vertellen. Want het was echt, echt een goede horrorfilm. Als ik onrustig word. Of uh, of ik krijg een eng gevoel, kriebels. Ja, dan betekent het dus dat ik het een goede horrorfilm vind. Pet Cemetery. Het is een. Uh, Remake van het origineel. Dus een remaster. Nou ja, een remake van het origineel. De originele Pet Cemetery, die is trouwens geremasterd. Die is uit op Blu-ray, dat jullie het weten. Maar ja, ik heb net in het Cinema gezien En ik moet zeggen. Ik was best wel angstig op een gegeven moment. Er zitten aardig wat uh, jumpscares in. Dat uh, geeft de film naar groeien. Maar op een gegeven moment geeft het ook het groeien dat ik echt rillingen krijg. En dat het er gewoon echt eng werd. Mensen in de bioscoop hebben ook bijna niet gelachen. Ze hebben echt serieus deze film gekeken en dat voor een horrorfilm. Ja, horrorfilms en serieus zijn, dat is er tegenwoordig weinig nog bij. In ieder geval. Wacht even, mensen. Nog naartoe. Ja, goed. Nou ja, laat ik maar. Fuck it. Ik krijg toch ga. Oké. Okay. Nou ja, het um, was eventjes iets anders, maar. In ieder geval, horrorfilms en serieus kijken, dat valt nog wel eens mee. Ik heb uh, er sowieso van genoten. De Film echt was lekker eng, aardig, maar het einde had wel iets mis. Maar ja, ik uh, kon er even niet uitkomen. Ik ga er niet veel over klappen. Maar ja, deze film is echt wel eng voor een goede horrorliefhebber. Ja, dat zien. Het is gebaseerd op de Stephen King novel van uh, Pet Cemetery. Ik wil het origineel misschien ook nog eens een keertje kijken. Nou, die ga ik dan binnenkort dan wel eventjes aanschaffen op uh, Blu-ray. In ieder geval. Zodat ik uh, het even kan vergelijken. Maar Universal heeft goed werk gedaan. In vergelijking met It. It ging een beetje meer om de humor. En lachwekkend soms. Maar Pet Cemetery heeft zich ook echt gefocust op de horror. In vergelijking met It. Dus Pet Cemetery is echt veel meer horror dan It. De vorige Stephen King-film die opnieuw werd gemaakt. In ieder geval, ik kijk uit naar nog zoiets van de film. Ik hoop dat er nog een goede Stephen King-iets komt. Ik zat te denken aan misschien Rose Red of zo. Ik weet niet hoe die heet, maar voor mij Rose Red was het. Dat ze die uh, hopelijk ook gaan remasteren. Onderlijn van uh, deze regisseur, die hem heeft geregisseerd. Hoop ik sowieso weer dat Universal hier echt wat mee gaat doen. Maar mensen, ik bedank jullie voor het kijken. Ik hoop dat jullie ervan uh, hebben genoten dat ik deze review nog even heb opgenomen. En ja, en anders uh, zien we wel wat het is. De volgende horrorfilm die gaan we reviewen: The Curse of La Llorona. Die komt 18 april uit. Deze horrorfilm gaat ook in Dolby Cinema en IMAX draaien. Dat uh, maakt het dus extra enger, want het is harder geluid. Waarschijnlijk pak ik dan de IMAX versie. Dus dan zien we jullie weer bij een volgende review. Bedankt voor het kijken en tot de volgende review. Laters! <laughs>